Ben en ik spelen heel veel samen. En Benny woont in New York en ik in Amsterdam. Dus het is altijd heel spannend wat er in de tussentijd gebeurd is, als we elkaar een paar maanden niet gezien hebben. Is wel een soort stok achter de deur om te horen dat er dan dat Ben niet heeft stilgezeten 3 maanden lang. Maar dat hij meestal wel weer een grote stap heeft gemaakt. En echt wezenlijk anders speelt en op een andere manier over muziek praat en nadenkt. Dat werkt goed. Ja, hetzelfde geldt voor mij. Zeker weten. Reinier is ook iemand die heel veel maar bezig blijft de hele tijd. Dus dat is voor mij ook een soort van reden om gewoon aan de slag te gaan. Toch niet achterblijven. dat geldt voor mij ook evenzeer. Let's start with Princess Disco. Before we start with... Het is zeker anders om je stukken met deze bezetting te horen. Ik heb nog nooit eerder met strijkers gespeeld. En ik denk dat de stukken die we allebei schrijven ook wel een soort van karakter hebben die zich goed leent om gespeeld te worden door een orkest. In elk geval door strijkers erbij. Dus dat is wel heel bijzonder om het in die versie te horen. Ja, zeker zijn de strijkers wel iets waar ik nu op gefocust ben. Om te kijken hoe die zijn gebruikt in de arrangementen. Dat is, dat vind ik zelf heel interessant. Ik ben er zelf ook mee bezig om te kijken hoe je dat kan toepassen. Voor mij is het ook heel interessant om te zien hoe die arrangeurs met die strijkers omgaan. Ik heb zelf ook 1 stuk geprobeerd te arrangeren. Of ik heb het gearrangeerd. Ik heb er iets langer over gedaan dan voor hun gebruikelijk is. Maar ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb, omdat je tegen een hoop nieuwe dingen aanloopt. Ik heb er wel hulp bij gekregen van Jesse Passanier. Dus die heeft me een hoop uitgelegd over... streek alle boventonen en zo die uit een strijkinstrument kunnen komen, waar ik nog helemaal geen kaas van gegeten had. Maat 50 en 116 heb je de streek ook gebonden naar het volgende spel en dan krijg je zo'n enorme klap op die, weet je dat? Geen idee. Bekijkbaar. Ik weet wat jij mooi staat. Dus dat was voor mij heel interessant en ik hoop dat het de volgende keer niet 3 maanden duurt om zo'n arrangement te maken, maar misschien 2 en dan de keer daarna 1 maand. En dat ik het over een tijdje ook zelf kan. Want het is nogal een trip om iets te schrijven en het door zo'n grote bezetting gespeeld te horen worden en op zo'n goede manier. Any comments? Ja, er was voor ons allebei heel erg veel samenwerking met de arrangeurs en heel veel overleg. Ik heb meerdere malen met zowel Christian als Kert overlegd over Skype. En dan lopen we de hele partituur na. En dan kijken we naar de keuzes die gemaakt zijn. Of we het ermee eens zijn, ja of nee. En dus dat ging eigenlijk allemaal heel harmonieus. En het was ook heel erg leerzaam en leuk om daar op deze manier bij betrokken te worden. Want dan heb je nog steeds wel controle over hoe je stuk er uiteindelijk uit komt te zien. Ik heb ook veel contact gehad met arrangeurs en het was ook fijn om te merken dat ze een beetje hetzelfde muzikale vocabulaire hebben. In het verleden is het wel eens voorgekomen dat je inderdaad een stuk afgeeft en dat er dan iets mee wordt gedaan waar je eigenlijk niet helemaal achter staat. Maar dat is nu zeker niet het geval. Dat is allemaal heel, heel goed begrepen en nog een stuk mooier gemaakt dan ik mezelf had kunnen voorstellen. Dus dat is wel echt een vak apart om voor zo'n grote bezetting te arrangeren. Wat ik erg goed vind gelukt is Stuiter, gearrangeerd door Gert Herman Ortler. Dat is echt heel goed uitgevallen en ik vind het ook heel erg leuk om erover te spelen. Er is veel ruimte voor improvisatie, dus ik vind dat echt te gek. In die arrangementen staat een hoop vast, dus er is zoveel mogelijk opgeschreven qua
articulatie en dynamiek. Meestal de noten natuurlijk. En dat is omdat er altijd weinig tijd is om te repeteren. Dus het moet meteen te spelen zijn. En dat kan het Metropool onwijs goed. Echt als geen ander.